Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Mooi om te horen. Bij mij gaat het niet zo goed. Ja, ik geef het gewoon maar eerlijk toe. We gaan gelijk maar beginnen. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons al een beetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ja, een kopje koffie. En niet om te reviewen. Het is een kopje koffie voor mij. Omdat ik vind het een beetje lullig om te vertellen. Maar ik stop even een tijdje met de reviews. En het heeft met een aantal zaken te maken. Met dit. Met mijn gezondheid. Ik ben geboren met een heel groot gespierd lijf. En de laatste tijd is daar natuurlijk ook een heel veel spek bij gekomen. Geef ik jullie toe. Maar wat ik wil zeggen is dat ik een heel sterk lijf heb. Met spierballen. Met kracht. Met power. En noem het allemaal op. Maar datzelfde lijf is gewoon heel snel ziek. Ik ben gewoon heel snel ziek. Ik ken bijna niemand die 3 keer corona heeft gehad. Maar ik wel. Dus als iemand op de hoek van de straat niest. En ik loop 3 kilometer verder met de hond. Ik heb niet eens een hond. Maar stel dat. Dan weet dat virus of de bacterie weet mijn neusgat zonder enkel probleem te vinden. Dus ik heb vaak wat. En dat is heel vervelend en vermoeiend en irritant. En niet alleen voor mezelf, maar mensen om me heen ook. Die worden natuurlijk helemaal gestoord van het. Papa heeft weer wat. Ja, ik had ook liever anders gezien. God, voor u. Maar goed. Op dit moment kwakkel ik met mijn gezondheid. Vorige week ging het al niet best. Toen heb ik ook even de reviews niet gedaan. Omdat ik gewoon, voelde me gewoon beroerd. Toen dacht ik, dat vind ik lullig. Pak het gewoon weer op deze week. Maar ik merk gewoon, ik heb er niet zoveel energie voor. Want ik heb nu weer een soort ontsteking aan mijn longtoppen bovenin. Ik hang de hele tijd aan een van de fluit moet ik naar binnen trekken. En allemaal pillen slikken. Ik heb niet zoveel energie. En dat is wel kloten. Want ik had net een nieuwe racefiets. Waar ik dus veel op wil racefietsen. Nou, ik heb het geprobeerd. Ik kom niet vooruit, joh. Dus ik moet uitzieken. Dus de dokter zei tegen mij. Jan, je moet misschien heel eventjes een paar dingetjes mee ophouden. En een tijdje op de bank gaan zitten. Want ik ben de hele dag altijd bezig. Met van alles en nog wat. Met de reviews. Met rollenpraat. Met de achterkant, met bedrijven, met rechtszaken, met bellen, met werken. Ik ben de hele godganse dag bezig. Zeker 6 dagen per week. En neem niet heel veel rust. En heb dus een fysiek van een ziek oud vogeltje. Maar goed, ik ga heel eventjes hier uitkomen. Ik ga dus heel eventjes ietsje minder doen, omdat ik moet gewoon beter worden. Joh. Ik lig de hele nacht te hoesten. Ik kan wel janken van de tekort aan zuurstof. misschien heeft het wat te maken met die corona's die ik allemaal heb gehad. Maar in ieder geval, ik was dus bij die huisarts. En die heeft nog even mijn zuurstof in mijn bloed opgenomen. Met zo'n saturatiemeter of zo. Zoiets. Nou, die zegt, je hebt ook wel veel te weinig zuurstof. Ik hoor je longen reutelen. Je moet eventjes medicatie gaan gebruiken en een beetje rust nemen. En toen dacht ik, dan moet ik ook maar even ophouden met die reviews. Vorige week al gedaan, maar dan moet ik gewoon maar even wachten tot ik weer de energie voor heb. Dus alle mensen die nu huilend op de grond liggen. En zeggen, godverdikke Jantje, die reviews hielden mij aan leven. Ja, dat spijt me. Ik kies heel even voor mezelf. Waarschijnlijk komen ze gewoon wel weer terug op een gegeven moment. Maar nu even niet. Want ik voel me zo beroerd als de pest. Het vervelendste vind ik dus. Dat dus ook kinderen naar reviews kijken. God mag weten waarom. Waar dat fout is gegaan in de opvoeding weet ik ook niet. En dat vind ik vervelend om die dan teleur te stellen. Maar het is even niet anders. Want op dit moment loopt er alweer koud zweet over mijn rug. Ik stop er even mee. Nou, ik neem een slokje koffie.
En uiteindelijk komt alles goed door, jongens. Uiteindelijk komt alles goed. Maak je geen zorgen. Ik hoef geen fruitmandjes. Alleen, ik doe nu even pas op de plaats. Ja? Dus tot snel. Of misschien helemaal niet tot snel. We kijken wel. Maar het is nu even mooi. Ja? Oké. Okay. Dag. Wel blijven wachten, hè?